Pijn doen. Kom. Nee. Nee. Kom, mama een handje geven. Staan. Staan. Kom, stappen. Hoe slecht die ervan? Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Niels is met kindjes al bezig gegaan. Hallo. En Liam die is, zoals jullie zagen, al met het lampje aan het spelen en muziekje. En Jordi slaapt nog. Ik ben vannacht een paar keer eruit geweest, want dit dingetje hier, dit ding, dit geval, had behoefte aan geschreeuw. En ik ben er ook uit geweest. Oh ja, ben je er ook uit geweest? Ik heb bij Jordi geslapen. Heb je bij Jordi geslapen, ja? Oh, dat weet ik helemaal niet. Ik weet niet hoe lang. Ik wist wel dat ik om 7 uur eruit kom. Aha. Lekker met z'n allen fruitje eten, hè? Toet, toet. Is het lekker? Dan gaan mama boven de was aanzetten en zo. Jordi en Liam liggen al te slapen. Al eventjes. Die zullen daar wel wakker worden. En ik ben nu Sam de fles aan het geven. Niels die is aan het klussen. Die is bezig met de deur. En nou ja, in ieder geval die is van alles aan het doen. En ik ga nadat Sam wakker is, ga ik even verder met mijn fotolijstjes. Ik ben alle fotolijstjes die hier hebben gehangen, ben ik allemaal even aan het uitzoeken. En welke ik, want ik heb een stukje muur waar ik toch nog foto's wil hebben. Welke ik daar wil hebben. En ik heb nieuwe foto's en oudere foto's en zo die ik daar dan ook wil hebben. Dus dan ga ik even kijken wat ik daar wil maken. Wat ben je aan het doen, Sam? Ben je lekker ijsje aan het eten? Lekker, hè? Is dat lekkerder als bloemkool? Ik heb zo'n idee van wel. Hoezo, mama? Papa had een bloemkool gegeven, want dat had ik klaargemaakt. En hij vond het vies, jongen. Hij vond het echt vies, dat gezicht, jongen. Ja, Bloemen begonnen zelfs te huilen. Ja, gaar. Hij vindt bloemkool dus vies, dus hij lijkt niet op zijn broers. Want zijn broers hebben altijd bloemkool geweldig gevonden. Nou, papa gaat ook even zijn ijsje pakken. En dan gaan we zo de jongens weer klaarmaken om naar bed te gaan. Ja, dat duurt nog wel even. En dan mama gaat mama dingen doen en papa gaat papa dingen doen.
Papa gaat oppassen. Ja, maar als de kindje op bed liggen, komt ook nog voetbal op de televisie. Oh mijn god. Doe maar heel veel huilen vanavond, Sam. Doe we afspreken? Doe je huilen? Ja, hè? Je doet huilen vanavond, hè? Zeg maar nee. Het ijsje is in ieder geval goed. Kindjes liggen te slapen. Mama is met de nageltjes bezig. Ik ben voetbal aan het kijken. Ja, als het allemaal klaar is, dan gaan we naar bed. En dan is de dag weer voorbij. Jazeker. Maar misschien gaat mama de nagels nog laten zien. Ja, weet niet. Misschien morgenochtend. Ik dat thuis. Jullie zien het vanzelf. Een hele goede morgen. Vannacht, gisteravond. Hij heeft problemen gehad met Jordi. Hij had buikpijn. Zijn neus zat vol. We gaan later ook nog even uitleggen in deze vlog wat we met chirurg hebben afgesproken over zijn darmen. Want we hebben weer wat afgesproken. Voor nu, Liam zit in de box. Sam die slaapt in de box. En Niels is aan het lopen met Jordi en de fysio. En ik ga heel even gauw daarheen. Om eventjes een klein stukje te filmen. Je moet stappen, Jordi. Doorlopen. Je mag goed stappen. Doorlopen. Kijk, daar is mama. Hey, sta je te lachen? Goed zo. Nee, niet zitten. Je hebt ook van me. Doorlopen. Nee, Jordi, kom stappen. Doorlopen. Wow. Goed zo. Hij zit hier ook echt te lachen. Ja. Ja, hij is echt aan het lachen. Hij is je aan het uitdagen nu. Ja, ja, dat je bent aan het uitdagen. Dat vind jij schattig, hè? Jee. Ja, door. Nee. 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 Ja. Stappen, stappen, stappen. Goed zo. Stappen. Wow. Goed zo. Ja. Ik heb even een paar boodschapjes gedaan. En nu krijgen de kindjes. Of ja, Liam is al naar bed nu. Die zal ze hem naar bed brengen. Sammetje slaapt. En Jordi die krijgt zijn fles en heeft gepoept of iets. Oh echt jongens, die buikpijn die hij gisteren had, oh echt zo zielig. Maar ja, hij krijgt dit dus. Hallo, wat ga je doen? Hallo? We zijn er ook nog allebei moe van. Dus we hebben wel eventjes opgezeten met hem. Oh, trouwens, mijn nagels, dat is dit geworden. Jordi. Hallo. Jij bent ook moe, hè? En Jordi is ook een beetje aan het snotteren aan één neusgat. Daar had hij ook een beetje last van, maar dat was niet, zeg maar, het hoofdprobleem. Het hoofdprobleem was echt zijn buik. Hallo. Ja, geef die fles maar hier. Dank. En daar gaan we weer. En daar gaan we weer. En daar. Nee, we gaan niet klappen. Nee, 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 nee. En daar gaan we weer. Hier.
gisteren hebben wij een gesprek gehad met de chirurg van Jordi. Ja. En Jordi heeft nu al een aantal keren in zijn leven, of ja, een aantal keren, heel wat keren in zijn leven, botox-injecties gehad. En dat krijgt hij nu weer, maar ze gaan nu ook weer hapjes wegnemen. Ja, om te kijken of ze niet nog een stuk darm moeten verwijderen. Ja, want de problemen bij Jordi blijven maar hetzelfde. En ja, de botox werkt wel, maar het zou toch wel enigszins een resultaat moeten gaan geven. Omdat de botox ook weer langzaam uitwerkt. Dus dan zou hij ook weer een effect daarvan moeten merken. En misschien merkt hij dat wel, maar hij houdt het toch wel een heel eind zelf op. Mm-hmm. Dat weet de chirurg, weet dat ook heel goed. Want die kent Jordi ook inmiddels door en door wat betreft zijn problematiek. En toch gaan we nu dan nog een keer botox doen en verder onderzoek laten doen. Omdat ja, het probleem blijft gewoon. En spoelen heeft... We kunnen gaan spoelen. Maar het is zeg maar dat je dan het probleem maskeert. Dus dan ga je in principe het poepen wat hij nu nog doet, wat je wil stimuleren, ga je dan in principe vervangen. En dat is niet de bedoeling, eigenlijk. En als hij die botox krijgt, worden gelijk zijn neus en keelamandelen weggehaald, ja. En dan krijg je buisjes in zijn oren. Ja. En dan gaan we dus een week, anderhalf, twee weken goed afzien. Want ja, dat is gewoon geen pretje. Maar ja, hij heeft ademstop 's nachts, omdat hij dus continu last heeft van snot. En zijn keelamandelen zijn best groot en zijn neusamandelen zijn ook aanwezig. Dus ja, hij heeft gewoon heel veel ongemakken daarvan. En we hebben het met de KNO-arts besproken, omdat hij gehoorverlies heeft, hebben we dit zo afgesproken. En het kan tegelijk allemaal, gelukkig. Ja, als hij 's middags geopereerd wordt, moet hij sowieso een nachtje blijven. Ja. En het kan zijn dat hij sowieso, of dat hij een nachtje moet blijven als het bloed of... Ja, het is, je hebt gewoon een kans op bloedingen. Mm-hmm. En daar is het gewoon, dus dan moet één van ons in het ziekenhuis blijven. Maar dan gaan we gewoon tegen die tijd zien. De KNO-arts en de chirurg gaan nu met elkaar samen de planningen langs elkaar leggen en kijken wanneer het mogelijk is om een OK-dag te hebben. En ja, dat gaan we afwachten. Ja, het is of de KNO-arts komt bij de chirurg, of de chirurg komt bij de KNO-arts. Ja. Want door corona zijn er beperkte operatietijden beschikbaar. Ja. En als de KNO nog tijd heeft, dan komt de chirurg bij de KNO of andersom. Ja, dus het wordt gewoon een combinatie, zeg maar. En we gaan gewoon kijken hoe dat het loopt. Eén ding is wel... de reden dat hij dan nu botox krijgt is gewoon puur en alleen op dit moment even tijd kopen. Om hem het te vergemakkelijken en dat wij met de chirurg een plannencampagne kunnen maken. En dat ons tijd geeft. Want we willen natuurlijk wel de juiste keuzes voor Jordi maken. Want als het eruit komt dat hij toch nog een stukje hiersprong ergens heeft of wat dan ook. Dan heeft hij gewoon een hele zware operatie voor de boeg. En dat wil je gewoon goed gepland hebben. En ja, dat is het eigenlijk. We gaan later nog eventjes een keer een video opnemen wat Jordi precies heeft aan hiersprong. We hebben het al eerder ooit een keer opgenomen. Maar wat de situatie nu is. Maar dat kunnen we eigenlijk pas doen. Als de operatie geweest is. Als die operatie geweest is en dat we een beetje een plan weten. Dus die komt later als hij geopereerd is. Zijn nog langs geweest. We hebben lekker gebarbecued. Los nog even vechten met de barbecue, maar... Ja, maar uiteindelijk hebben we allemaal gegeten. En de kindjes liggen nu lekker op bed. Allemaal liggen ze te slapen. Dat was ook nog even een hels kawaii. Nou. We hebben Jordi nog geholpen met poepen.
Toch? Mm-hmm. Nou, nog even een beetje opruimen en dan gaan we ook naar bed. Ja, en morgen weer een drukke dag. Dus bij deze gaan we ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Joefie. Zeg je ook tot de volgende keer. Ja.